Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Openbaar Ministerie 13 waarnemen substituut officieren van Justitie Rijker. Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur overtuigd van goede start schooljaar. Cultuurdirecteur Roseline Daan neemt CD in ontvangst uit handen van tekstschrijver Siegfried Geiling. Suriname is 13 waarnemend substituut officieren van Justitie Rijker. Deze functionarissen die een werkarm zijn van het Openbaar Ministerie, moeten volledig integer zijn en het gevoel van zekerheid binnen de samenleving bevorderen. Dit is wat president Chandrika Persat Santokhi de groep op woensdag 30 september 2020 meegaf bij haar installatie. In de congreszaal benadrukte het staatshoofd dat het Openbaar Ministerie een onderdeel is van de samenleving en geen geïsoleerd deel. Er wordt in Suriname één recht gesproken in naam van de Republiek. Een recht wordt gesproken nadat er vervolging wordt ingesteld bij de rechterlijke macht. Het Openbaar Ministerie is met uitsluiting van elk ander orgaan verantwoordelijk voor de opsporing en belast met de vervolging van strafbare feiten. Tegelijkertijd bepaalt volgens de grondwet de regering het algemeen vervolgingsbeleid. Hier ziet u de samenhang tussen de regering en het Openbaar Ministerie, maar ook tegelijkertijd de balans tussen de machten. De regering bepaalt het algemeen vervolgingsbeleid conform wet, recht en internationale verdragen en het Openbaar Ministerie spoort strafbare feiten op en vervolgt deze. U bent nu toegetreden tot het Openbaar Ministerie. En het toetreden van nieuwe leden tot het Openbaar Ministerie zal niet uitsluitend als een uitbreiding moeten worden beschouwd. Het vervolgen van deze strafbare feiten vereist dat u moedig bent, dat u lef heeft, dat u durf heeft, zeker in deze kleine gemeenschap. En u kunt zich niet permitteren dat u zich laat intimideren of dat u zich laat beïnvloeden. En dat zullen wij als regering ook niet accepteren. Tegelijkertijd wordt van een officier van justitie ten aller tijde magistratelijke houding verwacht. U zult moeten afwegen. U zult volledig integer moeten zijn. En u zult rekening moeten houden met de belangen van alle partijen in het rechtsproces. In de eerste plaats de belangen van de samenleving en de slachtoffers, maar ook de belangen van de verdachten. U dient namelijk in de eerste plaats het recht. En uw middel daartoe is de wet. Wetten zijn er om mensen te dienen, om het recht te dienen. De magistratelijke houding is het predicaat wat belangrijk is in uw functioneren. Namelijk het predicaat magistraat als lid van de staande magistratuur. We bevinden ons in een zeer uitdagende periode. Meerdere crisis. Financiële crisis. COVID-crisis. En de armoede is ook komen bijkijken. En dit heeft allemaal ook impact op de samenleving. Dit heeft ook impact op uw functioneren als Openbaar Ministerie en ook als rechterlijke macht. Maar tegelijkertijd zal de handhaving van wet en recht ongestoord door moeten gaan. Onbelemmerd door moeten gaan. En wet en recht zal moeten blijven prevaleren binnen onze democratische rechtsstaat. U bent de handhaver van de rechtsstaat, de bewaker van de samenleving tegen inbreken daarop en de vervolger indien wet en recht worden geschonden. Vandaag is de beëdiging geweest van 13 VO-kandidaten die dus 20 maanden lang
een opleiding hebben gevolgd. En dus vandaag is het zover dat we vandaag beëdigd zijn geworden tot waarnemend substituut officier van justitie. Ik zal me heel erg inzetten voor wat betreft de misdrijven. Daarvoor zijn wij natuurlijk, om criminaliteit te bestrijden. Dat gaan wij sowieso doen. Dat is ons streven, dat is ons doel. Daarmee zullen we beginnen. Ook verkeerscriminaliteit zullen we echt aanpakken. Dat is echt iets dat gedaan moet worden. Als we kijken naar het aantal doden per jaar, moeten we echt daar iets aan doen. Dus daar gaan we sowieso iets aan doen. En ook de criminaliteit proberen in te dammen. Is er nog iets dat... Veel succes. Want het is een nieuwe start, het is een nieuwe baan, het is een nieuwe uitdaging. We hebben weliswaar alle trainingen, opleidingen gevolgd. En dus nu staat het voor ons, voor de weg gelegd, om het nu in de praktijk te laten zien wat we allemaal als bagage mee hebben gehad. Dus aan hun wens ik ook veel succes. En ik zou zeggen, mogen de heren daarboven ons begeleiden, ons bijstaan. De schooldeuren gaan op 1 oktober aanstaande weer open. Dit zal met alle voorzichtigheid geschieden vanwege de COVID-19-situatie. Zowel overheid als andere instituten hebben zich ingezet om deze ontwikkeling beheersbaar te houden. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zal zich ervoor beijveren om de situatie zelfs te verbeteren. Het onderwijsproces zal volgens minister Marie Levens op basis van uitgewerkte protocollen geschieden. Het ministerie is ervan overtuigd dat dit goed zal lopen. Wij van het ministerie van Onderwijs moeten ervoor zorgen dat wanneer wij de scholen weer open doen, dat we deze situatie, deze beheersbare situatie, beheersbaar laten blijven. En eigenlijk moeten helpen om het te verbeteren. Dat is de reden dat we heel voorzichtig gaan beginnen. De protocollen met betrekking tot de gezondheid blijven hetzelfde. Ze zijn unaniem, heel bekend. Handen wassen, mondkap op, alcohol op school, stromend water en een schone school, schoon erf. Verder is het van belang dat we de klassen heel klein houden. Dat we met 10 kinderen in de klas beginnen. En dat heeft te maken met alle voorzichtigheid die nodig is. Het is oefenen zowel voor de leerkracht als voor de leerlingen. En we kunnen geen enkel risico nemen. Wereldwijd hebben we gezien dat openstellen van scholen wel eens tot een piek kunnen leiden. En dat willen wij dus niet. We leren van hoe dat gaat in de andere landen. De aantallen blijven dus heel klein. Voorlopig. De instructies met betrekking tot de grootte is wel zo dat de schoolhoofden en de directeuren moeten kijken naar de omstandigheid. Want als je bijvoorbeeld een hele kleine klas hebt, dus een heel klein lokaal, dan kan je soms maar 8 kinderen in. Heb je een heel groot lokaal dat groter is dan 7x7, dan kun je soms 1 kind er extra bij. Maar het aantal is 10 in een klas van 7x7. Dan heb je het probleem van, als je dat doet, kunnen de kinderen niet elke dag naar school. De kans is dat ze maar 2 dagen per week naar school kunnen. En dan moet er thuis gewerkt worden. En voor dat thuiswerken is er een heel team aan het werk geweest, ook in de vakantie. En er zijn dus speciale programma's ontwikkeld, meer met betrekking tot wat is werkelijk mogelijk. We hebben rekening te houden met verschillende aspecten in het land. Er is niet overal internet en er is zeker niet overal elektriciteit. Dus we werken niet vanuit 1 niveau. Er zijn verschillende vraagstukken die op verschillende momenten spelen, in verschillende plekken. Van Suriname. Suriname is geen Paramaribo. We hebben de afgelopen 2 maanden van alles meegemaakt, wat normaal is. En eerlijk gezegd, wij raken nooit in paniek op het ministerie van Onderwijs. Als er bijvoorbeeld in Marowijne is langer gesloten geweest dan andere districten, dan maken we daar een speciaal programma voor om in te halen waar mogelijk.
Stoelmans Eiland, het vliegtuigje vertrekt niet op de dag waarop het examen gedaan moet worden. Geen paniek, we gaan het oplossen. We lossen het op een manier op die in het belang is van de kinderen. We zijn een beetje overtuigd van het feit dat het toch goed zal lopen, omdat we zeer verantwoorde directeuren en schoolleiders hebben en zeer verantwoorde leerkrachten en docenten hebben. Ze hebben in de afgelopen maanden bewezen dat ze zich zorgen maken, maar dat ze ook ervoor willen zorgen dat we een heel goed schooljaar hebben. Dus onze manier van communiceren met de school en met vooral de ouders is via het schoolhoofd. Het is een enorm netwerk, het is een belangrijk netwerk. Zij hebben contact met hun leerkrachten, de leerkrachten hebben contact met hun kinderen en de ouders. Dat is ons netwerk en we zijn elke dag in contact. En elke verandering gaat via hun naar de grote scholengemeenschap en leerlingengemeenschap. Ieder jaar op 1 oktober is het Internationale Muziekdag International Music Day. Deze dag is een initiatief van de Amerikaans-Brit violist en dirigent Yehudi Menuhin. In verband met deze dag heeft de Surinaamse componist en artiest Siegfried Gelling op woensdag 30 september 2020 een cd overhandigd aan de directeur van cultuur Roseline Daan. Directeur Daan toonde zich ingenomen hiermee. Zij gaf aan dat muziek vooral in de huidige COVID-19 situatie voor verbroedering zorgt. De UNESCO noemt muziek een middel om vriendschap tussen volken te bevorderen. Het is een vorm van communicatie en niet gebonden aan grenzen, volk, geloof of ras. Ik voel nog de wind, het heerlijke water. Als het gaat om artiesten binnen de muziekwereld, wil ik ze alvast feliciteren met Wereldmuziekdag, dat is morgen 1 oktober. En ik wil stressen het belang van muziek binnen een samenleving. We weten dat muziek een bindende factor kan zijn. Muziek zorgt ervoor dat een heleboel mensen bij elkaar komen. En wanneer ze zo bij elkaar komen, wordt niet gekeken naar etnische afkomst. Er wordt niet gekeken naar kleur, maar er wordt genoten van die muziek. Dat is het mooie van muziek, maar tegelijkertijd hebben onze muzikanten een hele belangrijke job. En dat is te letten op de inhoud van de muziek die ze produceren. Omdat muziek ook al kan bijdragen aan de vorming van de mens. Ik denk dat u en ik soms momenten hebben waarbij wanneer je naar muziek luistert, je gaat nadenken. Je gaat nadenken over de zin van het leven en hoe verder te gaan. Omdat de inhoud van die muziek oproept om te gaan nadenken over je status, je positie als mens. Tegelijkertijd hebben we ook ervaren dat muziek kan zorgen voor een stukje kalmering. Toch, wanneer je helemaal gehyped bent en je luistert naar bepaalde muziekgenres, word je rustig. Daarnaast heb je ook nog muziek die emoties losmaakt. Mensen huilen soms wanneer ze luisteren naar bepaalde teksten. En het huilen is ook goed. Het tonen van emoties bij het luisteren naar een bepaald soort muziek is ook heel erg gezond, omdat je dan loslaat. Zie daar het belang van muziek, niet alleen voor Suriname, maar wereldwijd. Maar tegelijkertijd wil ik ook waarschuwen de muzikanten om te letten op de inhoud van de muziek. Want, precies zoals muziek ervoor kan zorgen dat mensen zich vormen, zich ontwikkelen, zou muziek ook ertoe kunnen bijdragen dat vooral jeugdigen verkeerde boodschappen overnemen en ook verkeerd gedrag gaan vertonen. En dat zeg ik niet zonder meer. Ik heb niet zo lang geleden gesproken met een heel jonge kerel, een jongen van 14 jaar. Die had een daad gepleegd en bij navraag van waarom heb je het gedaan, bleek dat hij luisterde naar een bepaald soort muziek. Muziek die opriep tot geweld. Muziek die opriep, of het roept nog op, want die muziek is er nog, tot gangsterachtig gedrag. En wanneer jeugdigen daarmee niet weten om te gaan, of misschien niet eens weten dat het niet zo echt bedoeld is zoals het bezongen wordt,
gaan ze het nou willen doen, omdat hun idool misschien nou net die ene muzikant is, die ene zanger is. Dus ik wil dan meteen ook een oproep doen aan de muzikanten om te letten op die muziek. Maar niet alleen de muzikanten, we hebben ook nog de verantwoordelijkheid van de ouders, de verzorgers. En die oproep aan de ouders en verzorgers is om hun kind niet zonder meer te laten dansen op elk soort muziek. Wij Bigisma's kennen vaak de gedekte inhoud van muziek. En je merkt dat soms ouders het leuk vinden wanneer hun kind helemaal losgaat op dat soort muziek. Ik denk dat het ook verstandig is dat ouders kijken en daarnaar letten op hun kinderen en niet laten dansen gewoon op elk willekeurig muzieksoort. Vandaag de geschikste dag om deze CD in ontvangst te nemen? Absoluut, vandaag is een hele mooie dag om het in ontvangst te nemen. Omdat je daarmee bij het beluisteren, als we het hebben over die CD, kan je inderdaad gaan nadenken van welke plek geven wij, en met wij bedoel ik Suriname, in ons beleid aan muziek. Toch? Is er een speciaal fonds voor muzikanten? Moeten we er niet naar kijken? Is er een overkoepelend orgaan? Je hoort wel dat er groepen zijn waar muzikanten bij elkaar komen. Maar hebben we het over alle muzikanten? Hebben we het over alle artiesten die zich bewegen in dit veld? Zie daar wat huiswerk voor het directoraat cultuur om al deze zaken overzichtelijk te maken. Zodat we één, onze muzikanten gaan waarderen, de plek geven die ze nodig hebben. En twee, dat we inderdaad tegen volgend jaar pardon, kunnen zeggen van hé, hey, Wereldmuziekdag gaan we nu echt wel vieren zoals het moet. Toen jij de zaal intrad, begon zo'n zalig lied. Iedereen op naar de dansvloer. Ik wou zo graag met jou. Muziek is een universele taal. We dansen en zingen op muziek waarvan we de essentie niet begrijpen, maar het klinkt vrolijk. Dat is de motivatie geweest om de nieuwe cultuurdirecteur te bezoeken. Om die dag voor de gemeenschap herkenbaar te maken, observeerbaar te maken van hé, zo was aan dit. Want anders gaat het verloren in het, ik ga het geen geweld noemen, maar in de overvloed van politiek nieuws, van slecht nieuws, van beangstigend nieuws. Hiermee willen we ook de gemeenschap een hart onder de riem steken om dat wat kunstenaars doen. Kunstenaars hoef je niet te motiveren. Kunstenaars doen wat ze doen als het zelfs verboden zou zijn. En een ander aspect, het feit dat er met muziek maken verdiend kan worden. Volkeren in de buurt van ons, buurvolkeren, buurlanden, hebben het bewezen. En het moment moet nog komen, niet of, maar wanneer wij dat gaan uitnutten. Ik wil het niet vergelijken met de fonds van de olie voor de kust, maar dat is toekomstmuziek. Ik vergelijk het met de creativiteit van onder 500.000 mensen op het ogenblik nog. Die met hun creativiteit, die met de inspiratie die nooit meer weggaat, zijn we hier gekomen met een extra paar schouders om de cultuurdirecteur te ondersteunen. Om niet alleen dat musiceren aan zich, maar de industrie die eronder en eromheen is ontstaan, in het vizier te houden. En we hebben weer vertrouwen in de kundigheid en dat het de juiste persoon is gekozen. We kennen mevrouw Daan als een mediapersoon, een inspirerende persoon. En ze mag weten dat het veld wakker is en bereid is de schouders onder het werk te zetten. Ook ondanks deze moeilijkheden. En het grotere probleem dat wij een niet zo gunstig plaatje hebben voor wat onze financiële omstandigheden zijn. Maar dat wij door de ICT die we nu hebben, toch met het publiek in contact kunnen blijven. En wat nog belangrijker is, nog eerder bij het wereldpubliek terechtkomen. En dat was Focus. Mag ik u bedanken voor uw aandacht.
Goedenavond.